Hallo, ik ben Zoe, een woordvoerster van dit forum. De moderne samenleving heeft door zijn technologische vooruitgang, hoge consumptie en massale ontbossing problemen geschapen die het voortbestaan van die samenleving ernstig bedreigen, met name de wereldwijde klimaatverandering en de mogelijke uitputting van de natuurlijke rijkdommen. Mensen zijn niet goed bezig. Ze hebben zich in stijgende mate bediend van energiebronnen die, niet zij, maar de aarde, over miljoenen jaren had opgeslagen in kolen, petroleum en methaangas. Door die bronnen te verbranden en chemisch te bewerken, werden grote hoeveelheden polluerende stoffen en meer dan 2000 gigaton broeikasgassen vrijgezet in de atmosfeer. Deze broeikasgassen hebben geleid tot een wereldwijde opwarming van land en zee. Dat resulteerde in smelten van de ijskappen, gletsjers en zeeijs, stijging van de zeespiegel, verzuring van de oceanen, extreme weersgesteldheid, overstromingen, bosbranden en verlies van biodiversiteit. Als wij zo blijven doorgaan, zal aan het einde van deze eeuw de temperatuur in vele gebieden tot 8 graden Celsius hoger zijn dan normaal. De gemiddelde aardse temperatuur kan tegen 2300 meer dan 10 graden Celsius oplopen, wat menselijk leven onmogelijk maakt, tenzij in poolgebieden en in het hoge bergte. In zulke omgeving lijkt de huidige beschaving niet houdbaar. En onze kinderen en kleinkinderen zullen geconfronteerd worden met stormen, hittegolven en overstromingen. Wat de meeste mensen zich niet realiseren is dat de opwarming onomkeerbaar is, omdat het langer dan 1000 jaar zal duren vooraleer er te veel aan broeikasgas uit de atmosfeer verdwenen is. De klimaatverandering zal leiden tot water- en voedseltekort en oncontroleerbare stromen van klimaatvluchtelingen en gevaarlijke conflicten veroorzaken. Klimaatverandering veroorzaakt reeds vandaag ongerechtigheid, omdat de klimaatimpacten en de kwetsbaarheid van de bevolking het zwaarst zijn in gebieden die het minste bijgedragen hebben tot het probleem. Dat is het geval in ontwikkelingslanden, maar ook in hoogontwikkelde landen in gebieden waar openbare diensten achtergesteld werden aan private belangen. 3/4 van de broeikasgassen werd geproduceerd door mensen met middenhoog en hoog inkomen, terwijl families met laag inkomen 10 keer minder produceerden, maar wel blootgesteld worden aan de impacten. Alhoewel het gebruik van fossiele brandstoffen de belangrijkste fysische oorzaak van de opwarming is, is het finale causale element de intensiteit van het gebruik. Dat werd opgedreven door het onbeperkt individualisme, de hebzucht en het verbruik van natuurlijke en gefabriceerde rijkdommen ver boven de basisbehoeften of met verspilling en zonder respect voor het gemeenschappelijke goed en de eerlijke bedeling. Dit menselijk gedrag is in strijd met hoe ecosystemen werken in de natuur. Ecosystemen werken op basis van wederzijds delen en kringlopen. Ze verbruiken minimaal en houden evenwicht met het gemeenschappelijk milieu. Hierdoor kon een enorme rijkdom, niet in hoeveelheid, maar in diversiteit ontwikkelen. De mens behoort tot deze ecosystemen en kan zich niet onttrekken aan de fysische en biologische wetten die er heersen. Denk in die zin aan de woorden van Einstein. Vanuit de achtergrond van de theoretische fysica heeft hij ooit gezegd dat de mens, door zijn bewustzijn, in een soort zinsbegoocheling leeft, die hem afzondert van de rest van het heelal. Mensen moeten zich hieruit bevrijden door innig mee te leven met alle wezens en dingen in de natuur, in plaats van die alleen maar te verbruiken. Alhoewel de wetenschap reeds meer dan 35 jaar waarschuwt voor de gevaren van klimaatverandering, is het grote publiek nog steeds niet goed of verkeerd ingelicht. Veel mensen zijn onverschillig voor het probleem. Anderen zijn non-believers of ontkenners, spijt de wetenschappelijke bewijzen. Het oplossen van het probleem is uiterst dringend. De uitstoot van broeikasgassen moet wereldwijd gereduceerd worden met 70% tegen 2050
en moet naar nul gebracht worden tegen 2100. Anders blijft de temperatuur stijgen. Fossiele energie moet vervangen worden door hernieuwbare. Energiegebruik moet lager en efficiënter. Dat is technisch haalbaar, maar jammerlijk genoeg, de politieke wil is in vele landen voorlopig veel te laag. Ook de socio-economische basis van de klimaatverandering, zoals verspilling, winstbejag en consumerisme, zal moeten verdwijnen, willen we de aardse goederen duurzaam houden en gelijk verdelen. Andere economische systemen moeten worden uitgewerkt. Dat is een gigantische opdracht, vooral omdat China en India een enorme groei kennen en dus nog massa's fossiele energie zullen gebruiken. De situatie is dus zeer ernstig. De burgers moeten hun verantwoordelijkheid opnemen, hun instelling en consumptiegedrag wijzigen en de overheid dwingen tot structurele actie. We kunnen onze verantwoordelijkheid echter maar opnemen als we voldoende geïnformeerd zijn. Bestudeer daarom zelf het klimaatprobleem. Verspreid wat je geleerd hebt in je omgeving. Maak anderen bewust. Protesteer op de straat. Steun klimaatactivisten en een politieke partij die klimaatbeheersing en duurzaamheid prioritair stellen. De klimaatzaak is jouw zaak. Niets doen is helpen vergaan.